aan de tweede helft van een serie van 4 webinars van de afvalwaterprognoses. De Community of Practice neemt jullie mee in nieuwe ontwikkelingen en kennis. We hebben ruim 60 deelnemers nu met 80 aanmeldingen die wat wisselen in de sessies. Met alle waterschappen vertegenwoordigd, daar zijn we blij mee. We hebben net al een mooie sessie gehad met veel input op de prognose tool die ontwikkeld wordt, waar getest wordt. En we kijken nu vooruit naar het nieuwe onderdeel over data science en kentallen waar het CBS wat heeft gedaan. Mijn naam is Maarten Klaas en naast mij zit Guy Henkens hier in Amersfoort. Hij is programmaregisseur van het programma, dus vraag maar raak zou ik zeggen. Maar vooral faciliteren wij jullie kennisdeling onderling. Wat mij betreft gaan wij van start met het tweede onderdeel. Waar de COP in samenwerking met het CBS heeft erkend wat de mogelijkheden zijn om afvalwatervoorspellingen te doen op perceelsniveau. Jalderik Bakker, die neemt ons mee aan jou het woord. Je microfoon aan, dan gaat hij denk ik helemaal goed. Ja, dat helpt. En schermdelen is ook een goede om te doen. Zo. Als het goed is, kunnen jullie nu mijn scherm zien. Duidelijk. Nou, ik ga jullie vandaag wat vertellen over het onderzoek wat we de laatste paar maanden gedaan hebben. En Maarten had het er net over data science. En voor sommige mensen is dat een heel abstract begrip. Maar eigenlijk is het niet heel veel anders dan beeldhouwen. Wat we proberen te doen is een Michelangelo te maken. Maar aangezien dat vrij ingewikkeld is, proberen we dat in stukjes te hakken, letterlijk. En stapje voor stapje richting een mooi beeld te gaan. Nou ja, ik zal jullie eerst het een en ander vertellen over wat het doel is van dit onderzoek. Wat onze onderzoeksvragen waren in dit onderdeel. Hoe we het gedaan hebben en uiteindelijk gaan we dan in op van wat er uitkomt en hoe we verder kunnen. Nou, het uiteindelijke doel hiervan is dat we de waterketen zo goed mogelijk in beeld krijgen. Dat we een idee krijgen van hoeveel water komt er nou aan drinkwater erin en hoeveel afvalwater komt er dan in de rioleringen eruit. Hele makkelijke vraag. Heel moeilijk om dat goed in kaart te brengen, omdat er heel veel factoren zijn die daar ook van invloed zijn. En jullie weten dat als geen ander. Binnen CBS maken wij statistieken hierover. En dat gaat per economische sector, waar dan een idee is van hoeveel water er wordt gebruikt per bijvoorbeeld voor de agrarische sector of voor de industrie. Dus dat hebben we genomen als onze basis om te kijken van kunnen wij met behulp van meetgegevens in de rioleringen en combineren van allemaal bronnen die we hebben iets vergelijkbaars maken, maar dan zonder vragenlijsten. Want hoe dit nu wordt gedaan is met behulp van vragenlijsten. Dus we willen een datagedreven manier hebben om uiteindelijk automatisch elke maand of elk jaar of elke week een Michelangelo te genereren. Nou, wat we daarvan hebben, is we hebben natuurlijk de Z-info-data waar de bitmeting in zitten en die zijn heel waardevol. Omdat we op die manier in potentie een kostenefficiëntere manier kunnen maken die veel gedetailleerder is en veel nauwkeuriger. Nou, de praktijk zal laten zien of we daar in de buurt kunnen komen. Dus laten we beginnen bij dit tabel. Even kijken. De twee onderzoeksvragen zijn dus van is het mogelijk of wij het waterverbruik door personen of bedrijven kunnen schatten op basis van de Z-info data. Oftewel, kunnen wij met behulp van de Z-info meetgegevens een idee krijgen van hoeveel afvalwater er daadwerkelijk door het riool gaat. Nou, daar is een project voor die dat binnen de waterschappen veel nauwkeuriger doet dan wat wij hebben gedaan. Dat is om rioolvreemd water in kaart te brengen. Maar voor dit project dachten we, laten we een hele simpele methode gebruiken om gewoon een idee te krijgen van hoe werkt het nou. En om als beeldhouwer bekend te raken met de hamer en de bijtel. Om gewoon een idee te krijgen van waar
werken we nou mee? De tweede onderzoeksvraag is, als we dat resultaat daadwerkelijk hebben, waar komt dat dan vandaan? Is het van de industrie? Wat voor soort industrie? Van de landbouw? Van noem maar op. Dus kunnen wij dat totaalplaatje onderverdelen in de kleinere subsystemen? Nou, de eerste onderzoeksvraag. Kunnen wij dat waterverbruik wat we met de metingen binnenkrijgen bij de debietmetingen onderverdelen in regen en daadwerkelijk afvalwater? We kunnen daar hele geavanceerde methodes voor gebruiken met radarbeelden en precies kijken naar verharding en dan berekenen van welk deel van de neerslag die er valt komt daadwerkelijk in het riool, welk deel verdampt weer, welk deel gaat in de grond en dergelijke. Nou, daarvoor heb je expertise nodig en die expertise ligt meer bij jullie. Dus uiteindelijk is het, stel je wil je Michelangelo maken en we hebben gewoon een expert die heel goed is in het gezicht beeld houden, dan kunnen wij beter eerst zeggen van nou, hier heb je grof de vorm van het gezicht. En als we alles eenmaal werkend hebben, mogen jullie de details gaan doen. Dus voor ons voorbeeld hebben wij heel simpel gekeken van hoeveel neerslag is er nou per dag op een bepaald gebied. En dat hebben we van de metingen afgetrokken. Voor de data die je hiervoor gebruikt is de Z-info informatie per dag. Die zijn al gecorrigeerd. En daar staat dus in van hoeveel water stroomt er nou gewoon elke dag door jullie rilleringen heen. Dat hebben we gedaan per RWZI gebied. We kunnen het ook nog op een gegeven moment per overnamegebied doen, maar voor een eerste grove vorm is het een goed begin. Daarnaast hebben we natuurlijk informatie nodig over neerslag. Zoals ik al zei, radarbeelden die zijn er ook, maar het is eenvoudiger om gewoon de dagtotalen te gebruiken van hoeveel neerslag is er nou gevallen in een bepaald gebied. Daarvoor hebben we alle verschillende stations van verschillende gebieden bij elkaar opgeteld. Heel simpel. Het is niet de beste methode, zeker niet, maar dan hebben we een grof idee. En waar het uiteindelijk om ging, is dat wij hier de methodiek ontwikkelen van hoe kunnen we dat doen. Uiteindelijk kunnen we er betere data in stoppen en komen er betere resultaten uit. Dus om te berekenen van hoeveel water wordt er nou, komt er nou echt per gebied erin. Dan hebben we de hoeveelheid water plus de hoeveelheid neerslag die erin komt. En omdat er natuurlijk een tijdscomponent is, hebben we gerekend met twee waarden. De neerslag van dezelfde dag en de neerslag van de dag ervoor. Want soms heeft het wat tijd nodig natuurlijk voordat het water in het riool komt. Dat wordt per RWZI berekend. En op die manier krijgen we gecorrigeerde waarden voor de debieten. Zoals jullie kunnen zien bij een paar voorbeelden hier voor 2019 tot en met 2021 en vier RWZI gebieden. De correctie die haalt een deel van de pieken eraf, maar nog zeker niet alles. Zegt dat we grofweg de helft van de neerslag gecorrigeerd hebben, maar zeker nog niet alles. Het laat zien van oké, we gaan de goede kant op en dit heeft potentie. Het was meer dan genoeg voor ons, zeker in deze eerste fase. Om te zeggen van oké, hier kunnen we iets mee, laten we de volgende fase bekijken. De volgende fase was, kunnen wij op basis van dat debiet wat er dus uiteindelijk uit is gekomen, het onderverdelen in de verschillende soorten bedrijven. Nou, dat is een hele uitdaging, want in heel Nederland zijn er heel veel verschillende soorten bedrijven. En er zijn allemaal verschillende structuren. De informatie is verstopt op allemaal verschillende plekjes. Dus de grootste uitdaging is hier, kunnen wij die koppeling maken en daarnaast kunnen we de berekening maken. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een kort pilotproject gedaan om te kijken van, kunnen we nou die koppeling maken? En daarvoor hadden we wat andere gegevens nodig. Nou, de BAG is iets waar jullie ook al mee gewerkt hebben waarschijnlijk. Dat is de basisregistratie voor adressen en gebouwen. Er staat al redelijk wat waardevolle informatie in. Er staat bijvoorbeeld of een object een woonfunctie heeft, een kantoorfunctie of iets dergelijks. Het bouwjaar, oppervlakte, of het nog gebruikt wordt of niet. En WOZ-waarde staat er ook in. Dus dan hebben we al grof wat informatie van de verschillende gebouwen die er zijn.
Een ARB, dat is een register die wij binnen het CBS hebben. Dat is een algemeen bedrijfsregister waarin eigenlijk staat het belangrijkste van wat voor soort bedrijf is het nou. En dat geven we aan met de SBI, dat is de standaard bedrijfsindeling. En dat is een hiërarchisch model. Op het hoogste niveau zeggen we bijvoorbeeld landbouw en op het laagste niveau kan het bijvoorbeeld een kippenhouder zijn. Of het kan zijn wat voor soort schroefjes een bedrijf produceert. Dus dat gaat heel gedetailleerd. Maar uiteindelijk is het wel de vraag van welk detailniveau heb je nodig. Om een idee te krijgen van hoe dat nou ongeveer in elkaar zit. Als je deze koppeling maakt, dan hebben we op het hoogste niveau hebben we één grote onderneming. Denk bijvoorbeeld aan Ahold. Onder Ahold zitten allemaal verschillende bedrijven. De bekendste zijn misschien wel Albert Heijn en Gall & Gall. Dat zien wij als bedrijfseenheden of entiteiten. Oftewel een groep van soms meerdere vestigingen die als het goed is ongeveer hetzelfde doet. Nou, in de praktijk is dat natuurlijk nooit exact hetzelfde. Dus als je dat nog verder opsplitst per vestiging, dan zul je daar wat meer informatie over krijgen. Dat je ziet van nou oké, dit is daadwerkelijk een winkel. En dit is een administratiekantoor. En dit is weer iets anders. En het waterverbruik van elk van deze soorten bevestigingen zal weer net iets anders zijn. Dus hoe gedetailleerder dit beschikbaar is, hoe beter. En we hebben nu wat meer praktisch gekeken van welk niveau is beschikbaar. Binnen CBS zijn we aan het werken om op vestigingsniveau alles mooi beschikbaar te hebben. Maar die is nog niet klaar. Dus we hebben bedrijfsidentiteit genomen. Daarnaast willen we natuurlijk ook informatie hebben over de mensen die er wonen. Het grootste deel van het afvalwater wat geproduceerd wordt, is door de huishoudens. Gewoon alle mensen die in Nederland wonen, die douchen, die naar de wc gaan, die koken, enzovoort. Dus daar hebben we ook een register van alle mensen die in Nederland wonen. En die hebben we gekoppeld aan het gebied per drinkwaterbedrijf. En per area city. Nou, die koppeling, dat is was een hele mooie puzzel. Uiteindelijk willen we het mooi bij elkaar hebben natuurlijk. Dus we hebben gekeken naar eerst de area city gebieden. En gekeken van wat voor soort info hebben we daar beschikbaar. Nou, die konden we vrij makkelijk koppelen aan de KNMI gegevens. En hebben een BAG ID aangehangen. Zodat we die kunnen koppelen aan zowel de BAG als het ABR en BRP. Dan hebben we alles samen en dan begint het beeldhouden pas echt. Nou ja, wat we hebben gedaan is we hebben gekozen voor een vrij geavanceerde methode. Ik zal je de details besparen, maar wat het op neerkomt is dat we ervan uitgaan dat we het niet precies weten. Oftewel, we denken van het zit ergens tussen dit en dit. Maar we weten niet precies waar het is. Ook de waarden die wij krijgen, de gecorrigeerde debieten die we hebben, die zijn zeker nog niet perfect. Dus die onzekerheid die bouwen we in ons model. En daarvan gebruiken we een Bayesiaans model, zo heet dat. Dus in plaats van dat we proberen te voorspellen van A plus B is C, oftewel 3 plus 4 is 7. Zeggen we van 3 plus 4 is ergens tussen 6 en 8. Dan krijgen we mooie formules. Binnen het CWS gebruiken we wat vaker formules. Buiten het CWS zijn mensen daar wat minder gelukkig mee. Dus ik zal het in wat meer mensentaal proberen uit te leggen. Wat we dus proberen te meten is het watergebruik. Hoe is dat onderverdeeld in het aantal personen die in dat gebied wonen, het aantal bedrijven dat er zijn en dan een opsplitsing per bedrijfstype. We hebben het idee van dat elk bedrijf heeft in ieder geval een bepaald soort verbruik en daar komt bovenop iets wat specifiek is voor het soort bedrijf wat het is. En dat doen we natuurlijk per area city, omdat elk gebied weer net een andere indeling heeft. Nou, we hebben hier een voorbeeldje van Amstelveen, waar we allemaal verschillende soorten bedrijven hebben geplot. En in dit geval hebben we alleen landbouw, industrie
een winning van delfstoffen en dergelijke geplot. Alle andere die kunnen we aan- en uitzetten gewoon om een beeld te krijgen. En dit zou misschien ook een mooie zijn voor de viewer van Mark. Omdat je uiteindelijk dan beeld krijgt. En dan moeten we even kijken van wat mogelijk is qua privacy natuurlijk. Dus het kan zijn dat we sommige dingen wat op een hoger niveau moeten samenvoegen. Nou, als data staat er dan een of andere tabel. Maar uiteindelijk wil je resultaten zien. Het model wat wij maken, daar kunnen we voorkennis in stoppen. En experts zoals jullie, maar ook binnen het CBS, die hebben maanden, jaren of decennia gewerkt aan dit onderwerp. En die hebben een redelijk goed beeld van hoeveel water wordt er nou gebruikt. De tabel die ik eerst liet zien, van voorgaande jaren, die kunnen wij gebruiken als hulpinformatie. Omdat we dan kunnen we zeggen van, het zit ergens tussen dit en dit. Omdat we nu nog met heel veel onzekerheden zitten. We hebben eigenlijk nog maar een hele grove vorm. En het lijkt meer op een Picasso dan een Michelangelo. Is het voor zo'n model nog heel moeilijk om precies te schatten van hoe zitten die waarden nou. Dus dat betekent dat ze meer afhankelijk zijn van onze hulpinformatie. En laten we het wat meer visueel maken. Even kijken. Hier hebben we twee voorbeelden. Aan de linkerkant, in rood, zien we wat het model geschat heeft zonder hulpinformatie. En in het blauwig, turquoise-achtig, kleuren zijn altijd lastig natuurlijk, zien we wat wij publiceren met Statline. Nou, er zit zeker bij de industrie zit een enorme afwijking. Een reden hiervoor kan zijn dat de industrie is gewoon een hele grote groep wat heel divers is. Dus het zou hier interessant zijn om naar wat specifiekere groepjes te kijken. Als we de hulpinformatie toevoegen, dan zie je dat het model al een stuk dichter richting Statline gaat. Dus dan denk je van oké, dat gaat de goede kant op. Alleen een nadeel hiervan is dat het model natuurlijk heel erg leunt op de informatie die we erin hebben gestopt. En uiteindelijk, stel de werkelijkheid verandert van het ene jaar op het andere enorm, dan baseren wij ons nog steeds heel veel op de werkelijkheid die we volgens experts hebben bedacht. Maar, wat wel een mooie is dat we nu van begin tot einde een grove vorm hebben kunnen maken van ons standbeeld. Dus we hebben een grof idee van, het lijkt ergens op een persoon. Wat voor persoon het wordt, of het een man is, of een vrouw, of een abstract figuur, of iets dergelijks, dat weten we nog niet. Maar we weten wel, het gaat een persoon worden. Het is ons gelukt om van begin tot einde alle informatie bij elkaar te stoppen, de koppelingen te maken, om eigenlijk het proces in kaart te brengen van hoe we het kunnen doen. Daarnaast hebben we kunnen laten zien van, het heeft potentie. Het lijkt erop dat er waarde in deze data zit waarvan we gebruik kunnen maken. Hoe nauwkeurig we de schattingen kunnen maken is nog een groot vraagteken. En misschien nog wel het allerbelangrijkste. We hebben geleerd van, wat voor soort data zit erin? Wat voor problemen moeten we rekening mee houden? Wat voor onzekerheden zijn er? En wat voor soort kennis en expertise missen we nog? En een van de grootste kennis en expertise die we bijvoorbeeld nog missen, zijn de gegevens van neerslag en hoe we dat goed kunnen corrigeren bijvoorbeeld. Nou, wat we niet hebben bereikt is om een exacte schatting te maken, maar dat hadden we ook niet verwacht van het begin. Ik had al een paar verklaringen gegeven waar dat door komt. We hebben hele pragmatische keuzes gemaakt. We wilden gewoon van begin tot einde zo snel mogelijk iets kunnen laten zien en leren van het proces. Dat betekent ook dat we hier en daar gegevens aan elkaar gekoppeld hebben die qua tijd niet hetzelfde zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld gegevens uit 2018 en 2019 maar even als gelijk gezien. Wat natuurlijk niet het geval is, maar ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben nu ook gekozen om op een vrij hoog niveau te kijken naar het type bedrijf. Een meer gedetailleerd niveau, zeker bij industrie, kan heel erg waardevol zijn.
En dan kunnen we kijken nu naar de toekomst van hoe we verder gaan. We hebben een grof idee van hoe we van begin tot einde alles bij elkaar kunnen voegen. We hebben gedetailleerde informatie over van alles en nog wat. Dus een van de dingen die we kunnen doen voor de verbetering is zorgen dat we de juiste data nu erin gaan stoppen. Dat is waarschijnlijk de grootste winst die we kunnen halen. Dat betekent dat we voor de schatting van het watergebruik een zo goed mogelijke schatting van de neerslag hebben, zodat we de correctie beter kunnen maken. Nou, nu doen we dat per rioolwaterzuiveringsinstallatie. Maar uiteindelijk meer gedetailleerde informaties maakt het ook makkelijker om de variaties tussen gebieden in kaart te brengen. En ik heb naar Mark geluisterd, dus we hebben ook het overnamepuntgebied erin gezet. En niet meer het R-woord gebruikt. Nou, dat is aan de ene kant van de vergelijking. Van we willen het water zo goed mogelijk schatten. Oftewel, we moeten een zo goed mogelijke schatting hebben van het water eerst. Om het daarna op te kunnen delen. Daarna hebben we twee mogelijkheden die we kunnen doen. Aan de ene kant kunnen we naar een meer geaggregeerd niveau gaan. Om te kijken van kunnen we de schattingen op maand of zelfs jaar maken. In plaats van per dag. Het voordeel daarvan is dat variaties over de dag en dergelijke die gaan eruit. Grote afwijkingen met neerslag die hebben wat minder effect. Het effect van tijd dat het nodig heeft om de neerslag naar het riool te gaan heeft minder effect. Dus op die manier haal je wat dingen eruit. Het nadeel daarvan is dat je ook variatie van patronen van week en uur misschien zelfs eruit haalt. Die misschien wel relevant zijn voor een bedrijf. Denk bijvoorbeeld maar aan, stel we zouden een uurpatroon hebben. Dan veel kantoorpanden zullen een mooi patroon hebben van 9 tot 5. Op dat moment zijn mensen op kantoor, gebruiken de faciliteiten en dergelijke. Thuis bij huishoudens hebben we een mooie kamelenbult. Waar 's ochtends vroeg mensen gaan douchen. In coronatijd was dit wel iets anders. Daarna gaan ze naar het werk, dus dan zakt het iets naar beneden. En 's avonds zijn ze weer thuis en maken weer gebruik van douche, wc en dergelijke. Dus die heeft een iets ander patroon over de dag. En bijvoorbeeld zware industrie, die kunnen misschien wel 24 uur per dag draaien. Dus die hebben ook weer net andere patronen. En op die manier zou je die verschillen wat beter in kaart kunnen brengen. Dus beide kanten zouden interessant zijn om te verkennen van hoe kunnen wij ons Michelangelo beeld zo goed mogelijk krijgen. Ik had het al genoemd, een meer gedetailleerde indeling van de bedrijven is een waardevolle om naar te kijken. En juist omdat we die koppeling nu nog gedaan hebben op het middelste niveau, per bedrijfseenheid en niet naar vestiging, is dat ook iets waarvan we denken dat we ongeveer 12% nu nog verkeerd geclassificeerd hebben. En daarnaast, als we het eenmaal goed werkend hebben, kunnen we meer hulp voor informatie gaan toevoegen. Dus bijvoorbeeld de oppervlakte van een bedrijf. Of hoeveel medewerkers er werken. Ja, wonen zeg ik wel. Soms voelt het wel bijna alsof je op je werk woont. Maar het is inderdaad werken. En iets wat we vorige week besproken hebben, of wat maandag was het. Is om te kijken met experts die vergelijkbare projecten hebben gedaan binnen de COP. Wat voor informatie hebben zij beschikbaar? Wat voor soort modellen hebben ze gebruikt? Wat voor soort kennis hebben ze opgedaan om op die manier samen te komen tot één beter holistisch systeem? En dat was het voor vandaag. En ik weet niet of er nog vragen zijn, maar ik kijk er naar uit om uiteindelijk een echte Michelangelo te hebben in plaats van een halve Picasso. Loes heeft een vraag. Hoi Hendrik. Je geeft aan dat neerslag een lastig is om erin te zetten. En het gaat over drinkwaterverbruik of waterverbruik toewijzen. Heb je erover gewogen om alleen de droge dagen te gebruiken van een jaar? Dat is ook een optie. Tot nu toe hebben we gewoon één simpele methodiek erin gestopt. En uiteindelijk is het een kwestie van samen kijken van wat nou het beste is. En omdat we de RioFrames water tool in ontwikkeling is, staat ze te denken om als volgende stap de daggegevens daarvan erin te stoppen. Het nadeel van alleen maar de droge dagen is dat je wat minder dagen hebt en daardoor wat variatie ook kwijtraakt.
Maar ja, we hebben nu gewoon een simpele manier gekozen en er zijn meerdere mogelijkheden om het te verfijnen inderdaad. Iemand anders? Ik was wel benieuwd, sowieso super verhaal en wat je in het project hebt neergezet. Complimenten. Volgens mij doe je de CBS-afkorting die ik lang zag komen. Center for Big Data Statistics, hierbij eer aan. Misschien is dat de informele werktitel. Maar ik ben benieuwd, je zei eigenlijk al, wellicht kunnen er direct al koppelingen gemaakt worden met de GeoViewer. Hoe en wat zou dat kunnen zijn, zodat je eigenlijk al een deel van deze inzichten kan delen of gebruiken? Ik weet nog niet precies hoe en wat in de praktijk we dat kunnen doen. Zoals je nu hebt gezien is er nog heel veel onzekerheid met betrekking tot de data. Dus ik denk dat we dat eerst wat beter moeten krijgen. Maar sommige inputgegevens kunnen we wel kijken van wat kunnen we wel delen, wat kunnen we niet delen en op welk niveau. Dus het meer bij elkaar brengen is denk ik een punt waar we nu zijn beland. Zowel gegevens delen als methodieken delen als kennis delen. En daar zijn we ook druk mee bezig inderdaad. Ja. Dus dat vervolg, dat komt er zeker aan. Dat komt er zeker aan. Ik ben ontzettend blij dat CBS op deze manier ook met ons samen wil werken. Jelle, dank nogmaals en mooi praatje inderdaad ook. Misschien als toevoeging. De drinkwatergevers, gaf je al aan, zijn heel erg belangrijk. Kunnen heel veel informatie geven. En daarvoor is KWR ook betrokken voor de vervolgfase. Dat zei ik al eerder, maar... Ik denk dat het een hele waardevolle toevoeging. Ja, en één ding dat er bijvoorbeeld nu ook nog niet in zit, is er wordt jaarlijks door grote bedrijven bijgehouden hoeveel er geloosd wordt op de rioleringen. Nou, dat is ook iets wat je bijvoorbeeld in de modellen kan stoppen. Daar hebben wij ook toegang toe. En jullie zullen waarschijnlijk daar ook wel een afslag van hebben. Soms kunnen waterschappen niet bij eigen gegevens, mijn ervaring. Nou, of wordt de koppeling niet gemaakt? Of wordt de koppeling niet gemaakt, maar soms gaat het ook gewoon niet. En via CBS geaggregeerd kunnen we daar wel bij, dus dat is geweldig. Ik denk dat ook één grote meerwaarde is dat wij het nu op landsniveau kunnen doen. En dat we één methodiek gebruiken voor alle gebieden. En dat maakt het een stuk makkelijker. Maar daarvoor is het wel relevant dat we... bijvoorbeeld goede indelingen hebben van de gebieden. Edwin vraagt in de chat nog of het grondwater oppompen en gebruiklozen ook wordt meegenomen. We hebben daar wel over nagedacht al. Er is een grondwaterregister waar het aantal onttrekkingen en dergelijke uitgehaald wordt. Het is iets wat... Van de kwaliteit van het register, eigenlijk alle data die er is, heeft mitsen en maren. Er is geen perfecte data. En de data van het grondwaterregister is ook iets waarvan nog onderzocht wordt van kunnen we dat nog beter krijgen. Ook omdat een deel gewoon afhankelijk is van het aantal vergunningen die afgegeven zijn. Dus bijvoorbeeld neem een boer en die mag volgens de vergunning zoveel water uit de grond halen. Maar in hoeverre dat gecontroleerd wordt, dat is een tweede. Dus geen idee of wat gerapporteerd wordt daadwerkelijk de werkelijkheid is. Zeker landbouw is een hele ingewikkelde. En daarvoor gebruiken wij nu heel veel kennis en informatie van Wageningen Economic Research. Die een panel hebben onder boeren en heel veel van de dataverwerking voor hun doen. Zodat wij ook een beter beeld krijgen. In de Tweede Kamer zijn er ook gesprekken om dat beter in beeld te brengen. Hè? De grondwateronttrekkingen, dus wellicht tot korte termijn. Weet je wel. Andrea, zou je je vragen over de belasting ook nog? Belastingwetgeving willen toelichten?
Veel valt er niet toe te lichten. Wij hebben gewoon, wij heffen op vervuilingseenheden, dus we hebben die gegevens. Onze Belastingdienst heeft die gegevens. Wij kunnen die via onze belasting, zeg maar, afdeling, kunnen wij die gegevens voor intern gebruik opvragen. Maar die mogen wij niet met derden delen zonder toestemming van het bedrijf. Ja, dus het is goed dat wij daar ook bij kunnen. Nou, dan zou je, voor mij krijg je ze niet zonder toestemming van het bedrijf, laat ik zo zeggen. Nee, zij moeten de milieujaarverslagen invullen. En dat is iets waar wij bij kunnen en daar zit dat ook in. Oké, okay. En dat dan vallen ze niet meer onder de belastingwetgeving, wil je zeggen? Nou ja, het CBS krijgt ook gegevens van de Belastingdienst bijvoorbeeld. Dus ik weet niet of het onder de belastingwetgeving valt, maar in ieder geval mogen wij daar ook bij. Ja, maar erbij mogen is wat anders dan delen. Inderdaad. Dus met delen hangt het er heel erg van af op welk niveau het is. Kijk, je kan zeggen van op bedrijfsniveau is het logisch dat je dat niet kan zeggen. Maar je kan wel zeggen dat het bijvoorbeeld mogelijk is per provincie of per waterschap. Of iets dergelijks, omdat je op die manier de herleidbare informatie is dan weg. Maar de bruikbare informatie zit er nog wel in. Zeker als je een model hebt op de achtergrond die er gebruik van maakt. En die gegevens die mogen niet gedeeld worden met andere waterschappen of gemeenten, maar met het CBS is het wel wat anders. Ja. En als ik het goed begrijp, is het dus zo dat de CBS dan dus bij die case kan, die kan verwerken met nou ja, dit soort methodieken. En dan op de een of andere manier geaggregeerd kan teruggeven. Dus bijvoorbeeld als afvalwaterprognose voor een overname eenheid. Dus dan hoeven wij niet te zien wat er achter de schermen gebeurt, dat blijkt bij het CBS. En daarmee kan het wel op die manier verwerkt worden. Ja. Er is een speciale wetgeving voor het CBS. Net zoals dat er een speciale wetgeving is voor de AIVD. En in die wetgeving staat dat het CBS recht heeft op data die nodig is voor het produceren van de statistieken. Dus als aangetoond kan worden, oké, deze gegevens zijn nodig voor proces wat we doen, voor de statistieken die we maken, dan hebben wij het recht om deze gegevens op te vragen. En dat kan bij de Belastingdienst zijn, het kan bij de waterschappen zijn, het kan bij de burgers zijn, dat maakt verder niet veel uit. Super. Dankjewel, Jeldrik, en dank ook voor alle vragen. We gaan de informatie uitwisselen. Het was een mooie les in beeldhouden, zou je kunnen zeggen, of eigenlijk de resultaten van een beeldhouwklus. Super. Wij zitten in de, daarmee ook het einde van dit derde webinar en de overstap naar ons vierde webinar.